Aan jou de eer. Marco is te laat. Ik wil bolletje. Nee, je krijgt alleen maar een kikker vandaag. Oh. Goedemorgen, het is donderdag. Ik begin deze vlog op mijn knieën met mijn jas aan. Want we wilden de deur uitgaan om Sarah naar school te brengen. En die spiegelde heel de vloer vol. Top! Maar ze voelt zich nu op dit moment gewoon weer wat beter. Ze heeft het wel eens vaker. Dan heeft ze er 's ochtends even last van. Dan zit er schijnbaar iets te dwars. Dan spuugt ze één of een paar keer. En dan is het eigenlijk weer over. Dus, oh, ik ben heel charmant aan het filmen. Ik maak me er verder niet zo druk om, zoals mijn koortjes verder niet ziek of wat dan ook. En de vloer is weer schoon. Oh, het zat echt overal. Ik weet niet of je de plek zo kan zien. Dit is waar het voornamelijk zat. En de rest had ik daarvoor al schoongemaakt. Het is al opgedroogd. Deze kleine drop ligt nu maar op de bank voor de televisie. En je kan het ook zien. Ze ziet er verder niet heel ziek uit. Hè, komt zo wel weer goed. Hè, Mop? Ja, en als het dan weer goed gaat, misschien kan ik dan nog wel naar school. Ja, kijk het even aan. Gaat lekker hier. Ik denk, nou, dan doe ik gelijk Sarah haar schooltas uitpakken. Beker had ik erin gedaan. In ieder geval, dat was ik aan het doen op het moment dat ze ging spugen. Die heeft dus heel de tas doorgelekt. Dan heb ik echt zo verschrikkelijk veel in zitten. Nou is het gewoon water, dus dat is op zich niet erg, maar echt heel die tas nat. Topochtend, echt! Gaat dat wel beter, Mop? Ja. Ja? Maar mijn beker was ook ziek. Was je beker ook ziek? Oh, grappen maken. Je hebt hier wel weer praatjes, dat is wel goed. En je bent geobsedeerd door de tv. Stiekem lachen? Nou, gaan we zo weer proberen of je wat kan eten. Kan ik niet nu? Wow, kijk. Ik ga wat voor je pakken. Nou, een droge cracker, deze voor Sarah. Ik had weer een stuk keten met mijn kleine knuffie en ze heeft gewoon volop eetlust. Dus een droge cracker. Ik ook, Sam. Op die ene. Je zei hagelslag. Oh, ik ben hagelslagvreet. Hagelslag pindakaas. Ik zal de hagelslag nog even doen. Ja. Ik heb wel crackers met jam. Ik denk, doe eens mee. Het is een tijd geleden. Ja, ik zou de hagelslag op doen. Weet je. Had ik gezegd. En dat ben ik vergeten. Mama vergeet ook wel eens iets. Maar ik ben ook wel heel erg aan het rennen voor jou vandaag. Dus ja, dan heb je dat wel eens. En we hadden een lunchafspraak al staan. Met Sarah, haar vriendin, klasgenootje en haar moeder en mijn vriendin. Dus ik heb net ook geappt dat we het gewoon door laten gaan. Want in het ergste geval, als Sarah zich dan toch niet lekker zou voelen, zijn we toch thuis. Want we zouden dat hier doen. Dus dat moet gewoon lukken. Dus dat is wel gezellig zo, hè? Aarde aan Sarah. Leuk. Kindje ziek mag ze even voor de tv. Aarde aan Sarah. Aarde aan Sarah. Dondersteen. Nou, jij voelt je echt niet ziek meer. Jij voelt je niet ziek meer, want je neemt me gewoon in de maling. Wow. Gaan lekker lunchen. Mooi hè, de fruitsalade, die heeft jullie gemaakt. Ik wil hem eigenlijk alles maken. Hij ziet er echt heel lekker uit. Ik alles met kinderen, want dan laat ik de schilder nog aan. Ik kon bijna een hapje nemen. Wil je bijna een hapje nemen? Nou, je krijgt zo. Ik heb hem. Oh, ik ben jullie bakjes weer vergeten. Ik vergeet elke keer dingen neer te zetten vandaag. En jij hebt je gelijk weer omgekleed, dus zo ziek voel jij je niet meer. Ik wil echt in mezelf zo. De meiden zijn heel lief aan het spelen. En rommel aan het maken. Nee hoor. Nee? Koekenbeer. Koekenbeer? Ja, dat zijn skis. Lekker kip in de oven voor vanavond. In de oven. Sarah valt helemaal met de neus in de boter. Noah loopt naar buiten en oom liep naar binnen. Hallo. Jij maakt iets te vroeg. degene die eerst de vlog maakte. Ja, ik zet hem eerst in elkaar. Nu kan mama het zelf. Oma heeft me les gegeven. Ja, meestal wel. Heel soms een probleempje. Kijk. Oeh. Eerst nou, had ik vorige keer toch? Toen deed hij zo raar. Toen kwamen die... Ja, nee, pas. Dat was die laatste keer. Dat was met dat tekentje in het menu. Oh, dat hij alles ging verschuiven tegelijk. Of niet wilde verschuiven. Nee, dat hij met die... Ik had die blauwe... Of die gele dingetjes. Ja. En ik kon niks meer verplaatsen. Ja, dat... Ja. Toen, ja. Dat heb ik nog gevlogd. Dat hij loop region. Ja, en een keer dat mijn scherm kwijt was. Ja. Maar dat was tegelijk, volgens mij. Ik weet niet eens meer. Het waren twee aparte problemen. En dat heb ik toen nog gevlogd. En ook dat ik met jou aan het appen was. Ja. Dus hij was mijn redding. Nou, ik heb me aardig uitgesloofd. Dit is mijn eindresultaat. Ik vind hem zo mooi gelukt. Mama? Ja? Wat is... Van welk dier is dat vlees? Wat denk je? Een kikker. Een kikker? Ja, het ziet er wel uit hoor. Ja, misschien als we hem zo draaien of zo. Marks. Aan jou de eer. Marco is te laat. Ik wil bolletje. Bolletje nee, je krijgt alleen maar een kikker vandaag. Oh. Maar je mag de man des huizes nu zijn. Want papa die is gewoon te laat thuis hè. Ja, heel fout. Mama heeft 4 uur gekookt. Ja, dat heb ik nooit gewaardeerd. Zo lekker. Nee, echt hè. Moet ik dit doen? Ja. Het is heel leuk. Oor is niet gewend om de kip te snijden. Dus. Sadist. Wil je die zelf? Of, ik maak maar geen rol uit. Heb jij met een touwtje? Oeh. Bij vlotse thuis eten. Maar mijn tanden is eindelijk trots op nog. Ja, ik geef Sarah altijd stukjes van ons. Zo, ik krijg wel echt. Jij denkt, ik mag snijden. Dus. Ja. Het leven is niet eerlijk gedeeld. Ja. Ik kan de kikker opeten hoor. Ja, ik snijd haar. Degene die de macht hebben kregen de grondstoffen. Maar kijk hoe gaar die eruit ziet. Oh. Oh, hij is zo goed gelukt. Deze gaat zo lekker zijn, dat weet ik nu al. Ik ga die. Sarah was al naar bed. Die had zo langzaam gegeten dat we geen tijd meer hadden voor spelletjes. Dus dat gaan we binnenkort doen. Dus nu... Oh, dat was scherp. Ga ik met Orlando deze doen. En ik denk dat dat de eerste is waarvoor het een echte uitdaging gaat worden. Ik word veel te veel. Ja, nee, jij bent hier wel snel in. Echt, ik win dit altijd van iedereen. En dat vind ik niet leuk. Ik wil een uitdaging. Ik heb nog liever dat ik gewoon verlies, terwijl ik heel hard mijn best doe, dan dat ik het win zonder mijn best te doen. Dat vind ik gewoon niet leuk. Daar ben ik ook mee eens. Liever net aan verliezen dan ruim winnen. Ja, ja. Ik wil uitdaging, want als ik hem dan win, denk ik, ja, weet je, dit heb ik echt gedaan. Dus let's see. Vind je? Ja, dat maakt niet uit. Nee, ik had nog een bel. Oh, ik ben ook echt op de belt weer bij jou leggen. Oh, dat is echt klaar dat ik wil doen. Nee, dat is wel uit elkaar. Ja. Hij wilde niet loslaten. Weer. Oh. Het zou het zijn hè, als je nu niet hebt. Nee. Dit was omstoten, daar wil ik geen punt op verdienen. Nee, ik stoot hem niet om. Oh. Ik deed het ook ernaast. Ik stoot er niks om. Maar goed dat ik gewoon belde. Ja. Nee, ik was zo aan het haasten dat ik hem gewoon miste. Ja. Oh. Nou, ik wacht heel netjes, hè. Heb ik hem al snel? Ah. Die was er. Gewoon, ja. Oh. Ja, echt stom. Ik heb niet gebeld. gaan kijken wie er gewonnen heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ik heb eindelijk iemand die van me gewonnen heeft. Is heel erg dat ik hier gewoon blij om ben. Het was wel heel spannend. Ja, we zaten heel dicht bij elkaar. Oh, dit is hilarisch. Orlando is in huis en ik denk, ik maak gelijk een bakje voor Sarah klaar en de beker. En ik ging druifjes voor de doen en toen denk ik, doe zelf ook druiven. Dus ik ben bezig en ik denk opeens, hè? Sta ik gewoon mijn eigen druiven door naar midden te snijden. Echt, soms ben ik zoveel moeder dan dat ik met mezelf bezig ben. Echt te grappig. Ik doe zwaar altijd nog snijden, want ik vind druiven, ik vind ze heel leuk en lekker voor haar, maar ik vind ze dood en doodeng. Ik ga er even snel een stukje editen en dan ga ik zo lekker richting mijn bed. Zo, happy. Ik krijg het bericht. Sarah, de uitnodigingen zijn klaar. Dan gaat het nu natuurlijk niet meer lukken. Dus even kijken. Morgen best een drukke dag. Maar ik moet er zelfs gewoon morgen binnen hebben. Dan mag ze zelf de envelopjes opschrijven van het weekend. Ik vind het zo leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben zo benieuwd om het echt te zien. Nou, het is ondertussen echt wel tijd voor mij. Ik ben er klaar mee. Even de laatste dingetjes opruimen. En dan ga ik even slapen. En ik heb echt zin om naar bed te gaan. Ik ben echt al erg moe. Het is helemaal niet zo super laat. Zeker niet voor mij. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, klik hieronder even op de knop. En dan zie ik je morgen. Doei doei!